dames en heren. Welkom bij weer een nieuwe video hier op dit YouTube-kanaal. Vandaag gaan we weer een simulator-game spelen op de donderdag. Vorige keer was dat Cabin Crew Life Simulator, waarin ik natuurlijk een mailtje kreeg van de ontwikkelaar of ik het spel wou spelen. Maar dit keer gaan we wat anders doen. Tramp Simulator. Ik heb natuurlijk heel veel Bus Simulator gespeeld. Als je dit kanaal dan tenminste al wat langer volgt, de video's staan nog steeds online. En daar hebben we natuurlijk bijna een jaar geleden ook wel eens met een tram gereden. Alleen dat was een update in Bus Simulator zelf. Inmiddels is er ook een game uitgekomen door dezelfde ontwikkelaar, dezelfde map, etc. Alles. Alleen die specifiek gericht is op trams. En die gaan we vandaag spelen. We gaan vandaag lekker een paar mensen ophalen. En we gaan gewoon even lekker een paar routes rijden. En dan gaan we dat wel zien. We gaan de game induiken. Inmiddels zijn we de game aan het inladen en gaan wij vandaag dus ook een stukje rijden. Ik hoop dat jullie allemaal Astaragon kennen, kan je kennen van Bus Simulator. Maar ze maken ook dingen voor Farming Simulator. Ze doen heel erg veel met simulatiegames. Nou, dit is ook een game van Astaragon, die kunnen dat altijd hartstikke goed. We nemen jullie eerst even mee in de trams die je allemaal kan kopen. Dit zijn de merken Ado Kaas ofzo, STG en SAS Vehicles. Over het algemeen zijn dit echte merken, maar ik weet niet of dat hierin ook zo is. Want ja, ik ben niet zo heel erg van de trams. Ik woon zelf in Drenthe en ja, daar rijden we gewoon simpelweg niet met trams. Ik ben wel eens een keer met een stedenreis naar Den Haag geweest. Daar heb ik ook trams gezien en ook een keer naar Amsterdam. En daar rijden ze dus ook met trams. Het zijn echt die randsteden die er alleen nog gebruik van maken. Wij gaan vandaag in deze rijden. Hij heeft 60 plaatsen. Hij heeft een lengte van 25 meter, een hoogte van 3 meter en een wijdte van 3 meter. Hij heeft 35 staanplaatsen. Hij heeft 3 wagons. Hij heeft een maximale snelheid van 56 km per uur. En als je normaal gesproken de story mode zou spelen, dus er zit niet echt een verhaallijn achter, maar dat je de boel moet vrijspelen, dan zou hij 3.000 kosten in jouw begroting. Althans, niet om te kopen, maar gewoon in het onderhoud van de tram, desbetreffende tram. Oké, wij gaan deze ook halen. Zo, we zitten nu in onze prachtige tram. En je kan natuurlijk ook routes maken, maar dat doe je dus op vierkantje. Maar we hebben natuurlijk al een paar routes gemaakt. Nou, je drukt gewoon op X en zo kan je jouw favoriete route samenstellen. Maar goed, wij gaan wel gewoon een even kijken. Wij gaan select route en dan tram route 2. Want die hebben we natuurlijk gehaald. Volgens mij rijden we nu in deze. Oh, we zitten nu blijkbaar in de tram van een AI. Die moeten we dus zo overnemen. Maar ik kijk eventjes in bij welke halte hij nu rijdt. Want volgens mij hoeft hij niet zo heel lang meer. Kan ik dat op zijn computertje zien? Oh, ik heb blijkbaar al op X gedrukt. Maar goed, even kijken waar we precies zijn. Oh, hij was bijna klaar. Hij was bijna klaar. Oké, dan kunnen we wel even dit afmaken. Hij was bij de laatste halte. En daarna gaan we gewoon weer naar de eerste halte rijden. Nou, je moet dus enorm oppassen, want de remweg van zo'n tram is best lang. En daarom moet je voorzichtig aanrijden, anders skip je de halte. En daar wordt de game niet zo heel erg vrolijk van. Zo, we winnen dus blijkbaar direct ook een trofee. En zo stapt iedereen uit bij deze halte. We hebben dus ook camera's die wij kunnen bedienen in deze tram. Hier bijvoorbeeld. En hier. Dus zo werkt dat. We hebben blijkbaar de waarschuwingslichten aanstaan. Oké, dan gaan wij nu richting de eerste halte rijden voor deze, ja, van deze route, zeg maar. En dat is nog best wel een stukje, want de routes zijn best wel een beetje dom door mij gemaakt. Laten we eerst eventjes de 30 km per uur proberen te halen. En laten we überhaupt eventjes de speed limiter aanzetten. En laten we überhaupt eerst eventjes weer de lichten uitzetten. Ik weet niet hoe dit automatisch gaat of op welke knop ik precies druk. Blijkbaar op rondje.
Dus als ik op rondje druk, dan gaat dat ding aan blijkbaar. En als ik dan weer op rondje druk, zou je denken van dan moet het toch uitgaan. Nou, dat gaat het dus dan niet. Oké, we rijden dus nu 31 km per uur. De game bepaalt nu, weet nu precies waar en hoe hard je mag. Want dat doet natuurlijk de speed limiter. Dan kan jij je gewoon focussen op het rijden van deze tram. Want ja, anders ga je nog wel snel haltes missen. Volgens mij komen we al bijna aan bij de eerste tramhalte. Ik kijk eventjes op de minimap. Dit gaan we niet halen. We gaan crashen. Ja, dit deden we dus goed. Dit deden we fantastisch. Maar goed, een foutje moet kunnen, zeggen we dan altijd. We hebben nu ook mensen aangereden. Het gaat heerlijk. Het gaat echt heerlijk. Maar dat komt gewoon omdat die trams hebben zulke slechte remmen. Kan je eigenlijk helemaal niks mee. Zo. Nou, we zijn dus inmiddels bij de eerste halt aangekomen. Op een paar obstakels na zijn we er dus inmiddels. Oké, nou kijken we even in de spiegel. Zien we niet meer iemand bij de halte en kunnen we dus weer gaan rijden. We moeten ook netjes richting aangeven. Dat hoort er ook gewoon bij, want je moet je volgens mij gewoon bijna de autoregels houden. Oké, we moeten hier wel even oppassen, want die auto's. Oh, klote, het rood stoplicht bijna. Maar gelukkig was het nog, ja, bij ons is dat oranje, maar in deze game is dat dus blijkbaar geel. Omdat we in een Amerikaanse staat rijden. Althans, de map is Amerikaans, zag ik. Oké, nou, dit is dus de tweede halte die wij inmiddels hebben bereikt. En hier moeten we dus netjes stoppen. Een tram kan trouwens niet achteruit rijden in deze game. Dus als je je halte mist, heb je hem ook echt gemist. Want ja, achteruit rijden kan je gewoon simpelweg niet, helaas. Oké, dan kijken we weer even in de spiegel. Zien we dat iedereen is ingestapt. Kijken we nog eventjes in de camera's of iedereen zich netjes gedraagt. Ik vind dat dat wel natuurlijk moet. En ik heb weer eens op rondje gedrukt. Is echt irritant gewoon. Nou, iedereen gedraagt zich. Hallo mevrouw, waarom staat u? Kijk eventjes hoeveel zitplaatsen. Er is helemaal niemand. Oh, we kunnen de camera ook draaien. Oh, ja, daar hebben we dus helemaal niks aan. Cam 1 dan. Ja, er is helemaal niemand en mevrouw staat. Oké. Dan doen we de deur dicht en gaan we er weer op. Hoppata, er zijn geruchten dat Astragon bezig is met een nieuwe bus simulator. Als dat waar is, gaan we die game natuurlijk spelen. Maar ik heb er alleen nog niet zoveel over gehoord. Zo eerlijk moet ik dan ook weer zijn. Ja, ik vind het een beetje lastig hoe hard we nu mogen precies. Ja, ik kan namelijk niet op tijd stoppen voor zebrapaden. Daar baal ik wel een beetje van. We zijn inmiddels bijna aangekomen bij de vierde halte. En we hebben er dus blijkbaar 7. Oh, je hoeft zelf niet eens wat te doen. Je moet alleen remmen. De tram doet alles zelf. Ik dacht dat deze mensen wouden gebruik maken van het zebrapad.
De mensen die daar aankwamen lopen, moeten zij de tram hebben? Nee, want dit was al de eerste halte. Verwachten. Zo, dan hebben we iedereen netjes voorbij gelaten. Het is aan de tram om zich ook een beetje aan de autoregels te houden. Dat gaat allemaal niet goed. Het gaat soms gewoon ook wat te snel. Laat mij eventjes kijken hoor. Want we rijden verkeerd. Kan ik me misschien nog resetten op de straat? Ja, dat kan nog. Dit is onze redding. Ik moet even uitgezoomd zijn. Hallo? Ik wil uitzoomen. Nou ja, we kunnen zo wel even kijken wat is. Want ik heb het gevoel dat er iets aanstaat wat niet aan hoort te staan. Ik neem aan dat je ook gewoon zelf moet kunnen bepalen hoe hard je gaat. Maakt ook niet uit. Hé, we kunnen ook zo kijken. Oké, nou daar zijn we. De bad stopping position, daar kan ik het mee eens zijn. Maar goed, de game bepaalt en dat is dus de waarheid. We waren ook 32 seconden te laat. Does this tram drive through transit terminal? No? Oh ja, oké. We hebben dus gelijk gehad. Deze tram komt daar niet langs. En dus konden we deze manier ook niet verder helpen, helaas. Dus voor hem natuurlijk wel balen. Had natuurlijk gehoopt dat deze tram daar langs ging. Maar het is soms ook niet anders. Zo, dan vertrekken we dus bij de vierde halte. Zo. Ik vind dit ook wel een mooie camera view, om heel eerlijk te zijn. Ah, je kan het bepalen zo. Zo gaat hij natuurlijk niet zo hard. Mevrouw is aan het luisteren naar best wel harde muziek. Alleen kunnen wij de deur niet uit. Oh, nou, we hebben hem in ieder geval genegeerd volgens de game. Was niet waar. Maar goed, bij busje simulator is het zo dat je dan uit je cabine kan stappen. Maar ja, hier kan dat dus blijkbaar niet. Ja, maar je rijdt niet in de bus, meneer. Kijk, zo rijden we goed. Zo rijden we op een goede snelheid, waardoor we ook sneller kunnen gaan handelen. Zo, het gaat een beetje traag allemaal. Maar zo accelereert hij wat langzamer door.
Ik weet niet of we dit misschien ergens bij de settings uit kunnen zetten. Even kijken wat we hier allemaal hebben. Driving. Dit is wat makkelijker. Nou, maar dit was de tweede halte. We stoppen elke keer weer bij dezelfde halte. Dus dat moet niet. Doorrijden. Karren met die handel. Deze route is een beetje onlogisch gemaakt, maar goed. Oeps, we hebben weer iemand aangereden per ongeluk. Ik vind dit toch niet zo fijn. Kijk, realistic heb ik niks aan. General settings. Oké, nou, daar gaan we weer. Oh, sorry, we hebben de dinges nog aanstaan. Kijk, we zijn nu bij de vijfde halte inmiddels aangekomen. Nou, een prachtige stopping position als je het aan mij vraagt. Heel goed uitgewerkt. En nee, kijk als poppetjes blij zijn, jongens. Kijk. Oh. We hebben nog net winst gemaakt. Maar kijk eens even ons poppetje blij zijn. Hij is hartstikke blij dat hij nu zijn droom heeft uit kunnen werken. Trambestuurder. En ja, zijn dienst zit er alweer bijna op voor vandaag. Hij is nog stageloper. En hij mocht al direct alleen rijden. Omdat hij zoveel ervaring heeft als trambestuurder. Nog twee haltes en dan zit onze dienst er alweer op. En ja, we zijn nu verkeerd gereden per ongeluk. Dat zie ik nu, dus het duurt even iets langer. Onze professionals laten ons never nooit in de steek. We rijden nu helemaal verkeerd. Laten we eventjes reset vehicle to street. Zo. Ik vergeet elke keer die rode lichten, jongens. Dat vergeet ik elke keer. Dat is wel een beetje traag. Kijk, zo kunnen we dat dus managen. Want als we veel te hard gaan rijden, hebben we er natuurlijk ook niks aan. Zo, dan rijden we dus nu 18 km per uur. We moeten ook enorm, je moet altijd ook enorm goed opletten zodat je de wissels goed zet. Anders gaan wij nu naar dit spoor en dat moeten we niet hebben. Dus dan gaan we snel naar die. Want dan komen we snel aan bij de één na laatste halte van deze aflevering. En hartstikke idee, daar zijn we dan, meneeren. Hallo. Jullie hadden een tram besteld. Daar staan we weer. Iedereen stapt in en uit.
En we hebben weer op rondje gedrukt. Ongelooflijk. Zo. Oké, laten we wel gewoon rustig aan blijven rijden. We hebben niet gehaast. Althans, wel een beetje, maar ook niet te veel. We zijn namelijk al te laat bij de laatste halte. Daar is hij al. Nou, dat was het dan. De laatste halte. En dan zijn wij klaar. Wij zijn klaar met deze route. Dames en heren, ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Tram Simulator, zoals deze heet, Urban Transit Simulator. Hij komt hier even in beeld, Urban Transit Tram Simulator. Hij is speelbaar op PlayStation, zoals je kan zien, Xbox, PC. Volgens mij gewoon op alle platformen, behalve volgens mij Nintendo Switch. Maar goed, dat weet ik niet zeker. In ieder geval wil ik jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Je kan ons kanaal op twee verschillende manieren steunen. Bijvoorbeeld door ons beter neer te zetten op het algoritme. Door de video te liken en natuurlijk te abonneren. Vergeet ook zeker niet de video te delen met je vrienden. Is ook enorm belangrijk. Zo kunnen wij blijven groeien. En wil je dit kanaal nou betaald steunen? Dat kan ook door een eenmalige donatie bijvoorbeeld achterlaten tijdens streams. Of een lidmaatschap te nemen voor 4 euro per maand. Waarin je toegang krijgt tot speciale voordelen. En bijvoorbeeld is een van die speciale voorbeelden video's vooruitkijken. 2 tot 4 dagen. Daarmee kunnen wij betere materialen gaan kopen. Zodat wij betere content kunnen maken. Ik zeg expres nog wij. Want Jordi en Brian zijn ook nog simpelweg gewoon lid van dit kanaal. En die kunnen soms ook gewoon nog steeds gaan livestreamen. Zoals je Brian soms wel eens ziet livestreamen. Bijvoorbeeld met Voetbalmanager. Wat natuurlijk alweer een tijd geleden is. Maar als je nieuw bent, dat heeft te maken met Brian's gezondheid. Die is wat minder. Dus vandaar dat Brian's FM streams wat langer duren. Misschien pakt hij het ooit wel weer op. Het komt ongetwijfeld wel weer goed. Nou, dames en heren. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Kijken en doei doei.